leuk jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En vandaag is het weer woensdag. Dus dat betekent dat er weer een nieuwe update is uitgekomen. En de update is net zoals vorige week weer best wel laat. Dus vandaar dat deze video ook wat later is dan normaal. Dus sorry, het spijt me. Maar de update is helaas ook niet zo heel uitgebreid. Maar ik ga er wel... Ja, ik probeer er wel om een leuke video van te maken. In deze update zijn er nieuwe... nieuwe acorns uitgekomen en die acorns die kunnen naast jou lopen. Dus ik ben eventjes van plan om daar naartoe te gaan. Ik ben nu trouwens in de, hoe heet het hier zo, nieuw Hill Quest of zo. En misschien horen jullie het nu al. Luister eens goed naar het geluid van het spel. Het maakt anders geluid. Dat is ook een nieuwe update en dat vind ik best wel leuk. Want ja, eerst had je natuurlijk al die standaard geluidjes van die paarden. Maar nu hebben ze al die geluidjes aangepast. Ik weet eigenlijk niet precies wat daar nuttig aan was. Want de geluidjes waren best wel goed. Maar ja, ik zal ze even gauw laten horen. Ik heb ze ook nog niet allemaal uitgetest. Maar als je, er zit ook een verschil van als je met zadel rijdt of zonder zadel. Dan schijnt er ook een verschil te zitten met welke geluidjes je hoort. Maar in ieder geval, ik ga even luisteren, dus ik zeg even niks. Ja, als je vooruit gaat, dan hoor je zo'n... Weet je wel, dat als je je paard gaat aansporen, dat er. En je hoort het geluid van tuig. En dat kunnen jullie natuurlijk ook horen. En je hoort die hoef, ja, die stappen. En als hij harder gaat, dan, ja, dan beweegt dat natuurlijk ook allemaal lekker mee. En ik ga eventjes naar Fort Pinta, want daar waren die dingen volgens mij. Nee, die acorns, daar had ik het over. Die acorns die zijn in Epona of in Jarlheim, dus daar gaan we eventjes naartoe. Even kijken wat er nog meer anders is. Oh, als hij gaat springen, dan hoor je ook echt een geluid alsof hij letterlijk aan het zweven is. Alsof het gewoon in een Pegasus verandert. Kijk. Ik weet niet of jullie het horen, want ik moet ook stil zijn. Dat kan ik niet. Oh, en normaal gesproken, als hij dan zo'n sliding gaat maken, wat ik net deed, ik weet niet hoe je dat noemt, noodstop of zo. Of, dan maakte hij ook een hinnikgeluid, maar dat doet hij nu ook niet meer. Het enige wat hij nu doet is... Oké. En als je steigert, wat gebeurt er? Oké, als je steigert, dan hinnikt hij nog wel. Dus hij hinnikt nog wel. Oké, nu horen jullie waarschijnlijk het geluid van die jungle. En ik hoop niet dat het geluid al te hard staat. Ik heb het geluid wel iets harder gezet dan normaal. Omdat, ja, ik natuurlijk wil dat jullie die geluidjes ook horen. En ik heb geen idee of ik goed ga. Dus ik ga maar een kant op. En ik zie... Nee, niet verdrinken, paard. Nee. Oké, daar moet ik. Zag jullie dat? Er zat een weg. Daar moet ik... Alleen dan moet ik hem weer terugzien. Oh, hier volgens mij. Ah ja, oh nee, dan moet ik hier weer oversteken. Oké, ja, ik ben er. Oké. Goed, wat wou ik ook weer nog meer proberen? Ja, zonder zadel. Oké, ik moet eventjes uit het gebied, want hier heb je dat hele irritante geluid. Waardoor ik niet meer hoor welke geluiden mijn paard maken. Maar goed, deze update is dus weer later dan normaal. Normaal gesproken komt de update een beetje rond 10:30, 11:00 online. Archeologisch fonds. Oké, nou ja, boeien. En nu kwam de update ook weer fors later. Het is nu 4:00. En hij is een half uurtje geleden online gekomen. En de update van vorige week die kwam al helemaal laat online. Die kwam om 9:30 online. En ja, nu dus om 9:30 of om 4:00. Alleen, het is niet zo'n hele grote update. En dat vind ik dan best wel jammer. Dat sommige mensen, en ik natuurlijk ook, best wel lang moeten wachten op de update. En dan is de update helemaal niet zo bijzonder. En dan zeggen ze altijd, ja, we moeten achter de schermen werken. En dat kost ook veel tijd. En dan denk ik van, ja, maar dat had je toch ook kunnen doen buiten de... updates waardoor het hele spel eruit moet of niet. Ja, weet niet. Het zal wel. Ik ga even proberen hoe het rijdt. Hoe je paard beweegt. Geluid maakt. Dat bedoelde ik, ja. Als je geen zadel of gewoon helemaal geen tuig op hebt. Ik zit trouwens weer op Honeypie. Had ik dat al verteld? Nee, dat heb ik nog niet verteld. En Honeypie is boos. Net zoals de rest van mijn paarden, want die verzorg ik niet. En ik had eigenlijk gedacht, jongens, dat deze update de Lusitano's uitkwamen. Maar dan heb ik echt een nieuwe kleur. Daar vertel ik zoveel meer over. Huh? Dat snap ik niet. Volgens mij stond er in die update van... die paarden die maken anders geluid wanneer ze geen zadel hebben. Maar ik hoor nog steeds het geluid. Ga weg met je pokkenmuziek. Zo, ik wil alleen dit horen. Oké, kijk, let op. Oh, dat klinkt zo schattig. Kijk, als je naar galop gaat, dan hoor je nog een beetje dat geluid van het tuig. En ze zeiden juist in die update dat je dat niet hoorde. Of ik heb het verkeerd gelezen, dat kan natuurlijk ook. Maar volgens mij stond er iets van, je zult een subtiele overgang horen of zoiets. Wanneer je paard geen zadel heeft of zo. Ja, zoiets. Epona meer. Ik heb er geen idee waar ik heen moet, jongens. Ik ga helemaal verkeerd. Ik moet naar Jarlheim, maar volgens mij ga ik helemaal de verkeerde kant op. Oh, hoorde het nou ook anders toen ik op die weg ging? Of ik ging door grind of zo? Tenminste, zo klonk het, maar... Ja! Ga weg met je brom, maar nou hoort niemand mij. Hoorden jullie die ook? Waar zijn al die paarden? Oh, hier. Oké, ik wil al zeggen, waar zijn die paarden?
Oké, je hoort dus inderdaad verschil wanneer ze op harde grond lopen en wanneer ze op zachte grond lopen. En wanneer ze zwemmen, is er geen verschil. En als je doodgaat, is er ook geen verschil. Oké, misschien ben ik deze let's play wat stiller. Maar dat komt dan omdat ik naar die geluidjes zit te luisteren. En hopelijk luisteren jullie mee. En ik weet niet hoe ik hier wegkom, want volgens mij ben ik een beetje verdwaald. Oké, ik ga gewoon die brug over. Ik moet naar Jarlijn. Nee, niet verdrinken, paard. Oh. Raken jullie ook altijd verdwaald hier in dat... In het dorpje? Ik moet hier oversteken. Ik kom er niet meer weg hier. Nou... Kom op, paard. Oké, ik ga gewoon een hele grote sprong maken. Nou, oké, kom op, paard. Ik doe trouwens ook weer eventjes mijn muziek aan, want het is een beetje saai. Oh, wat een schattige muziek. Ik moet even kijken of het nu... Oké, ja, jullie horen het geluid nog wel. Iets zachter. Oké, yes, we kunnen weer verder, jongens. Ik heb het geluid eventjes wat zachter gezet. En nu moet ik dus op die brug komen en ik ga denk ik maar gewoon eventjes de normale weg nemen in plaats van zo onhandig rennen. En hij stuurt heel lastig de camera sinds deze update. Dus dat is wel een beetje naar. Oh, wacht, misschien moet ik mijn paard even tuig omdoen. Maar goed, dat is dus de update van het geluid wat veranderd is. Ik snap eigenlijk niet echt de toegevoegde waarde, zo moeilijk wordt. Want het geluid was best wel prima en dan denk ik van, dan kan je eerder focussen op... andere dingetjes die nog gefixt moeten worden in het spel, zoals bugs of glitches of dingetjes die nog niet af zijn, zoals quests of bijvoorbeeld die rijbaan van de barones, die is echt al vet lang is die zo niet klaar. Dus ja, zijn er meer mensen die het met me eens zijn? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Laat me even weten in de comments. En inmiddels zijn we trouwens bijna bij Jarlijn, want daar zo is Jarlijn. En ik heb maandag geen video geüpload. Ik heb nu... Ah nee, er zit thee op mijn telefoonscherm. Kijk. No. En nu zit er een vlek op mijn blouse. Maar wat ik wil zeggen, ik heb maandag geen video geüpload. En nu vraag ik me af, zijn er mensen die dat hebben opgemerkt? Zijn er mensen die dag hebben gedacht van... Daphne heeft geen video geüpload. Waar blijft de video? Was het zo? Laat het weten in de comments. Of is er letterlijk niemand die dat heeft opgemerkt? Ik ben wel heel benieuwd. Want ik heb maandag geen video geüpload. Ik stop eventjes tijdelijk met het uploaden op maandag. En het heeft eigenlijk één grote reden... School. Ja, door school moet ik eventjes wat rustiger aan doen met video's. Want het kost altijd best wel veel tijd om zo'n video op te nemen. Nou ja, ik denk anderhalf uur of zo. Maar die anderhalf uur die kan ik dan bijvoorbeeld ook heel nuttig besteden aan een schoolopdracht die ik wel moet halen. Want ik wil wel heel graag overgaan zonder herkansingen. Want ik heb geen zin om nog een keer herkansingen te doen, snap je? Dus ik heb eventjes de uploaddag van maandag eruit gehaald. En ik wil eventjes kijken hoe dat bevalt. Stel, ik vind het allemaal niet leuk en ik wil weer op maandag uploaden. Dan upload ik gewoon weer op maandag. En dus dat wil ik eventjes melden. En er komt gewoon sowieso één keer in de week een Star Stable video. Maar, goed nieuws. Hier ergens zijn die acorns. En dat heeft niks met het goede nieuws te maken. Maar goed nieuws. Ik ga dan wel vaker livestreamen. En die livestreams die komen dan op maandagmiddag, maandagavond. Of op zondag middag en avond. Maar in ieder geval, dan wil ik vaker gaan livestreamen. En zo te zien moet ik een quest doen. Dus hey, er zijn nog wel leuke quests bij die acorns. Pardon, het viel me op dat je er wat sipjes uitziet. Ja, ik ben ook sipjes. Ik ben moe vandaag. Valt het leven je zwaar? Nou, dat hoor je niet. Groeien je de stalklusjes je boven het hoofd? Lig je s'nachts wakker omdat je piekert over de dreiging van het algehele kwaad? Nou, kop op, want ik heb precies wat je nodig hebt. Dit levensveranderende product brengt je weer terug in het zadel. 100% gegarandeerd. Praat met Doreen over haar levensveranderende product. Ik neem toch niet aan dat ze die acorns bedoelde? Dat je dat een levensveranderend product noemt. Maar oké. Maar dat was dus wat ik wou zeggen, dat ik niet meer op maandag upload. Maar in plaats daarvan wil ik wat vaker gaan livestreamen. Want ik had tot nu toe, ik maak echt zo'n schema met wanneer ik wat upload. En toen zag ik dat ik echt heel weinig livestream. En dat wil ik wat vaker gaan doen. Dus ik denk, hé, nou, misschien kan ik het op die manier een beetje oplossen. Nee, maar ja. Ze heeft het echt over acorns. Zij is echt gestoord. Een levensveranderend product. Punt 1. Een acorn verandert je leven niet. Zonder acorn kan ik prima leven. Met acorn kan ik ook prima leven. Maar het heeft geen toegevoegde waarde. 2. Je noemt een acorn toch geen product? Een product. Dat is toch... Dat is een... Dit is, dat, een product is een glas thee. Of een product is een telefoon. Of een product is een opnameding. Een product is geen dier. Dit is zo gek. Als je een harde noot te kraken hebt, wie bel je dan? Acorns. Welk pluizig vriendje volgt je bomen en tunnels in? Nou, ik ben niet van plan om een boom in te gaan. Acorns. Wie heerst er over de wereld? Trump! Acorns. De
Ik heb alle varianten uit oogstlanden beschikbaar ter adoptie. Mijn eekhoorns zijn perfect getraind, zo snel als paarden. Ze passen in je zadeltas en mijn prijzen zijn super voordelig. Ah ja, super voordelig. Let op jongens, super voordelig. Waar denkt menig Star Stable Player aan? 25 starcoins, 50 starcoins. Maar laten we eens gaan kijken wat deze dingen kosten. Oh, dat was ook letterlijk de quest. 250 starcoins, dat is gewoon 10 keer zoveel als dat ik net zei, als 25 of 50 starcoins. Dat is zo belachelijk veel. En wat doet het beest? Het loopt alleen maar naast je. Kijk, ik zat, als je in al die tekstjes hetzelfde trouwens. Oh nee, ze zijn allemaal verschillend. Moet ik ze allemaal voorlezen? Nou, oké, vooruit maar. Even kijken hoor. Ja, ik zit nog wel in dit beeld. Ik maakte laatst een let's play en toen zat ik hier. Nee, hier. Dat is niet zo handig. Ik moet even opletten of ik elke keer wel midden in het scherm blijf zitten. Maar oké, ik ga het eventjes voorlezen. Grauwdauw eekhoorns beklimmen met het grootste gemak kliffen in de bergen. Deze eekhoorn raakte gewond door een vallende steen. Sinds zijn redding woont hij liever bij mensen. Hij is dol op koekjes, dus hou hem bij de voorraadkast uit de buurt. Oké, een Greendale eekhoorn. In Greendale verstoppen eekhoorns zich in iedere boomtop. Deze eekhoorn is door stalkatten opgevoed en rent liever over de grond. Als je hem aait, draait hij op zijn rug en begint te spinnen. Goudblad eekhoorn. In het najaar verstoppen alle goudblad eekhoorns noten, zodat ze in de winter eten hebben. Sorry jongens. Deze eekhoorn is echt allergisch voor noten en moet... Hè? Daarom bij mensen wonen, hij chilpt als een vogeltje als je hem eit. In het najaar verstoppen... Oh, maar deze eekhoorn is allergisch voor noten. Maar de rest van de goudblad eekhoorns, die verzamelen noten. Maar deze eekhoorn is een buitenstaander, want deze eekhoorn is allergisch voor noten. Daarom wordt hij niet geaccepteerd bij zijn familie. En mogen wij Star Stable spelers hem kopen voor 250 starcoins. Dankjewel Star Stable. Dat ga ik dus eventjes niet doen. Helaas jongens, sorry. Maar ik ga niet zo'n eekhoorn kopen. Ik vind het wel een beetje heel erg veel geld. Zijn er mensen die denken van het is niet veel geld, ik ga het kopen. Alleen aan de andere kant zat ik wel te twijfelen om zo'n hond te kopen. En die honden die staan in, hoe heet dat daar zo? In Fort Pinto. En die honden die zijn 399 starcoins, dacht ik. En die vond ik zelfs, die zijn dus nog duurder. Maar die vind ik wel leuker dan die eekhoorns. Want ik vind het een, ik heb nog nooit iemand met een... Ik heb nog nooit iemand buiten met een eekhoorn zien wandelen. En een hond vind ik dan veel logischer. Dus het leek mij wel leuk om ze... Hou je mond, paard. Ik wil gewoon een video opnemen. En het leek mij wel leuk om zo'n hond te hebben. Want een hond is nog wel een beetje realistisch. Bijvoorbeeld zo'n eekhoorn of een vos. Dat klopt niet met de realiteit. Paard, wat doe je? Loop gewoon een keertje door. En zo'n hond, dat lijkt nog een beetje op het echte mensenwereldleven iets. Dus ik wou nog eventjes gaan kijken bij die honden. En misschien koop ik er dan wel eentje. En mijn dikke paard paste serieus tussen die twee bomen door. Alleen dat is wel een beetje in tegenstrijding dat ik die 250 starcoins voor die eekhoorns te duur vind. Maar waarschijnlijk wel een hond ga kopen. Maar dat weet ik niet zeker of ik zo'n hond ga kopen. Want ik vind 499 starcoins voor zo'n hondenbeest. Of 399 alsnog mega duur. Maar ik kijk wel eventjes wat ik ga doen. En... Bijna ging mijn paard dood. Maar ik heb mijn homestable veranderd. En dat is eigenlijk niet zo heel handig. Want kijk, mijn homestable is nu letterlijk hier zo. Mijn homestable is hier zo. En ik moet nu naar Fort Pinto. Alleen, ik kan het gaan lopen. Maar ik ga denk ik daar de taxi pakken. En dan daar de, hoe heet het? Dan ben ik daar in Fort Pinto aangekomen. Maar goed, ik weet niet of ik zo'n hond moet kopen. Vorige keer twijfelde ik er ook al over. En ik kom hier serieus niet weg. Alleen, het enige nadeel is met die trailers... Is dat je hebt trailers voor de omgeving van Epona en Jarlheim. En je hebt trailers voor de omgeving van gewoon het normale... Paard, doe een keer normaal. Functioneren ze een keertje goed. Ik ga wel gewoon de normale route opzoeken. Oh, zagen jullie dat? Het was een zwevende boom. Wow, die ga ik eventjes opnieuw opzoeken. Hè? Ik kom hier gewoon niet meer weg. Oh, mijn opnameapparaatje. Oh nee, ik zit vast. Paard. Kijk hier, een zwevende boom. Ik ga een foto met de zwevende boom maken. Zwevende boom. Kijk mijn paard, kijk zo chagrijnig. Heeft hij een foto gemaakt? Kom op muis, doe het. Sorry voor die brommers, maar als ik mijn raam niet openzet hier, dan wordt het hier echt een sauna. En jongens, dit is echt niet leuk. Ik kom hier niet meer uit.
Ik weet niet hoe ik hier wegkom. Misschien moet ik ook de normale route gaan. Kijk, ik moet daarheen. Maar hoe kom ik daar? Oké, niet zo dus. Zijn er wel meer mensen die vast hebben gezeten op de meest... Nee. Oké, jongens. Hoe kom ik hier weg? Ik ga een dure oplossing doen. Ik heb geen zin meer om te lopen. Ik ga gewoon de paardentaxi pakken bij mijn homestable. Dan pak ik de... Ja, dus die paardentaxi naar het restaurant. En dan pak ik de paardentaxi naar Fort Pinta. Dat is echt een gigantische... Wow! Hoe kan dit? Wow! Wow! Kijk dit! Hoe kan dit? Huh? Hoe kan dit? Ik ga gewoon een foto maken, want ik vind het wel cool. Jongens, die fotofunctie is zo cool. Gebruiken jullie dit ook vaak? Zo. Dit is zo raar. Wat? Oh, huh? Hoe kan dat? Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik heb ook gewoon helemaal geen muziek, hè. Dat is zo raar. Als je in Jorvik zit, normaal Jorvik. Hé, nu heb ik het niet. Dan heb je gewoon muziek. Maar hier heb je op een of andere manier geen muziek. Oké, nou die taxi dan. Oké, dat was echt eventjes heel raar. Wolfhal. In heet het volgens mij. Oké. Je paard trailen met jou en je paard naar Wolfhal. Maar volgens mij had ik dat net al gezegd, maar ik herhaal het nog eventjes. Je hebt dus... Dat ding maakt echt veel geluid. Je hebt dus trailers die alleen voor de linkerkant zijn van de map. En dan heb je trailers voor de rechterkant van de map. En dat is best irritant. Want stel je wilt naar... Ja, gewoon naar Fort Pinta. Dan moet je twee keer een paardentrailer kopen. Kijk, je hebt hier paardentrailers. En dan kan je alleen in dit gebied reizen. En heb je paardentrailers die alleen voor dit gebied gelden. Maar dat is echt heel irritant. Dus ik denk dat ik mijn homestable weer ga veranderen. Want het duurt dan echt een eeuwigheid voordat je bij je bestemming bent. Want kijk, nu moet ik ook weer overstappen. Het is net alsof je met het OV gaat hier in Star Stable. Altijd onhandig. En niet op tijd. Oké, dat dan weer wel. Die dingen die staan er continu. Maar nu hoor je ook die hoeven. Dat is zo leuk. Ik ben ook benieuwd. Als je met meerdere spelers bent. Of je dan ook hun hoefgeluid hoort. Want als je dan een wedstrijd met z'n allen hebt. Dan is het zo leuk. Dan hoor je al dat geluid van die hoeven. Net zoals je ook in het echt hoort. Maar oké, ik ben hier dus aangekomen bij die trailer. Nou ga ik naar Fort Pinta. En dan ga ik... wat ging ik ook weer doen? Oh, je ging naar die honden. Fort Pinta. Betalen met Jorvik's neer. En ik heb weer thee. En er ligt overal thee op het bureau. Dus echt. En ik dacht dus dat er vandaag Lusitano's zouden uitkomen. Want 4 weken geleden kwamen er ook Lusitano's uit. En Star Stable brengt om de 4 maanden of om de 4 weken nieuwe paarden uit. Dus het was nu echt ontzettend logisch als nu de nieuwe kleuren van de Lusitano's uitkwamen. En die nieuwe kleuren zouden dan zijn zwart... Volgens mij palomino kleurig, want die is het volgens mij nog niet in het spel. En valkleurig, dus ik wou echt vet graag, echt 99% zeker, een Lusitano kopen vandaag in de video. En dat is gewoon niet gelukt, omdat het nou een of andere saaie update is. Dus nou ja, dat vind ik wel een beetje heel erg jammer. Dus hopelijk is dan de volgende keer die leuke update met die... Er is een kind aan het janken. Oh, je mond. Hopelijk is de volgende keer dan wel de update met die Lusitano's. Want dat lijkt me, ja, leuker. Ik hoor nog steeds geen muziek, dus ik zet hem maar gewoon lekker op zijn hardst. Oh nee, dit is de kapper. Bij de honden verkopen ze natuurlijk geen... Of bij de kapper verkopen ze natuurlijk geen honden. Dus ik ga nou maar hier kijken. Volgens mij waren ze hier. En ik weet ook helemaal... Wat doet die Yo-Yo Siwa hier? Oh, dat is een Anne Pony Peak. Dat is gewoon een meisje hier in letterlijk het spel. En ik dacht dat zij Yo-Yo Siwa was, omdat zij van dat haar heeft van haar. Oké, kun je ook Bunny kopen? Hey, kijk, daar zijn die hondjes trouwens. Hoor je die muziek dan ook, ja? Bunny? Oké, er zijn hier wel 2 konijntjes, maar ze lijken niet op Bunny. Weet iemand, want je hebt volgens mij meer dierenwinkels in het spel, waar je Bunny kan kopen. Als jullie Bunny niet kennen, Bunny is een... Moet je even de video kijken. Is wel een afspeellijst van, dus daar kan je wel een video vinden. Bunny is een bruin konijn. Met een beetje... Een donkerbruin met een beetje lichtbruin. En hij heeft hier allemaal haar. Kijk, zoals ik hier allemaal zo heb, heeft Bunny ook haar. En hij is heel dik. Maar hier staat niet echt een bunny tussen. Deze lijkt er wel een beetje op. Oh ja, en Bunny heeft eigenlijk hangoren. Hij heeft eigenlijk een beetje allebei. Hij heeft hangoren en geen hangoren. Dat was weer lekker duidelijk. Maar deze is lichtbruin. Dat is niet zo mooi. Deze lijkt er dan nog het meest op. Alleen die heeft dan witte vlekken. En dat heeft Bunny niet. Oké, okay, hier zijn die hondjes. Ik wil... Wees nog dat... Wees, bla, 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 bla. Ik weet nog dat ik de vorige keer echt super graag een Dalmatier wou. Toen ik echt voor de allereerste keer dit spel speelde. En nou denk ik echt van... Dat wil ik niet. Maar... Oh ja, ze kosten echt 399 suikers. Oké, okay, jongens, dan weet ik het nog steeds niet. Dus moet ik een hondje kopen of niet?
Ik heb bijna 8000 starcoins, dus ik ga dat denken. Ik weet het niet. Ik heb wel genoeg geld. Taaie Terrier doet je een beetje denken. Oh, doet je een beetje aan een wolfje denken. Koppig en ergens bang voor. Mag zich graag aan je voeten opkrullen na een dag flink buitenspelen. Lief tegen kinderen en katten. Timide Terrier. Een goedmoedige hond die graag wordt gedragen. Vertrouwt zijn eigenaar enorm, maar is wat bang voor vreemden en koeien. Gaat helemaal uit zijn plaat van een piepend speeltje. Oké. Okay. Een trouwe terrier. Wat een brave hond. Volgt je overal. Wordt nooit moe van apporteren. Hoe vaak je de bal ook gooit. Houdt van iedereen behalve de dierenarts. Oh, wat een brave hond. Is hij niet zo'n brave hond, hè? Want hij houdt niet van de dierenarts. Welke is dan het leukste? Dit lijkt een beetje op dat wolfje. Ik denk dat ik, als ik een hond ga kopen, dat het deze wordt. De trouwe terrier. Niet om de omschrijving die er staat. Maar gewoon puur om de kleur. Dat het een beetje het meest op een hond lijkt. Want dit lijkt ook wel een beetje op een wolf. Nee, ik doe het nog niet. Ik zat zo erg te twijfelen. Ik dacht even, oké, ga op het knopje drukken. Maar ik doe het toch nog maar niet. Want ik wil eerst even 8000 starcoins hebben bereikt. Want dat is echt weer zo'n mooi aantal van, oh, 8000 starcoins. En hebben jullie dit al gezien in deze winkel? In die kledingwinkel hebben ze nieuwe haarstijlen. En dat zijn haarstijlen van Jojo. Sorry, ik zal het even goed uitspreken voordat mensen weer getriggerd worden. Even kijken hoor, hier ergens. Wat is er met haar hoofd gebeurd? Dat ze lijkt wel een afgevreten zombie. Oké. Ik ga weer verder, waar ik was gebleven. Wat is er met mijn haar gebeurd? Wacht even. Het valt niet meer te redden, denk ik. Oké. Ik ging naar het haar kijken van die Jojo dinges. Jojo. Volgens mij was het hier. Ja, kijk. En dit is super goedkope haarstijlen. Dus stel, je hebt niet zoveel geld, maar je wil wel nieuwe haarstijlen. Koop dan dit. Kijk, dit kost maar 199 Jorvik shillingen. Dus je kan het zelfs kopen met je normale geld. Want normaal gesproken kun je alleen haarstijlen kopen met starcoins. Maar nu kan het dus ook met Jorvik shillingen. En ze kosten maar 5 starcoins, in die je alleen maar starcoins voor uitgeven. En ze hebben dat haar in echt alle kleuren. En ik twijfelde serieus of ik een keer dit haar wilde kopen. Maar ik vind het toch een beetje gek of zo. Ik weet het niet. Misschien vinden jullie het wel mooi, maar ik weet het niet of ik het wil doen. Ik vond deze ook best wel grappig, die haarstijlen. Maar ze hebben echt allerlei kleuren. Deze kleur vond ik echt heel mooi. En ik vond die lichtblonde ook mooi, trouwens. Hé, dit is mijn haarkleur. Hehe. En bruin. En nog rood. Nog een keertje bruin. En roze. Dus nou ja, allerlei goedkope haarstijlen. Dus ben je op zoek naar een nieuwe haarstijl. En wil je niet veel geld uitgeven, doe het dan hier. En dan ben je gewoon ook echt uniek. Want anders, als je bijvoorbeeld het standaard haar hebt. Ik heb nou... Waarom is mijn cap weg? Geef terug die cap. Stomme Jojo, ik wil mijn cap terug. Verberg mijn hoed alleen voor mij. Oh nee, hij moest niet verborgen worden. Oké, hij is weer terug. Wordt een wild paard. Waarom? Oh, mijn paard is wild. Ik wou even een wild paard zijn. Maar goed, want natuurlijk als je start hebt of het eerst gaat spelen, dan krijg je standaard haar. Kijk. Hallo Stephanie Farsky. Ik weet niet, misschien ken je mij van YouTube omdat je nu op me afkomt. Hoi! Maar kijk, zij heeft het haar wat je standaard krijgt wanneer je Starstable speelt. En als je natuurlijk wat unieks wil, iets anders, maar je hebt niet genoeg geld, dan is het natuurlijk superleuk om daar haarstijlen te kopen. Want dat is echt mega goedkoop. Vooral die Jojo dingen dan dus. En ze heeft ook een Lusitano. Nu ik die Lusitano zie, wil ik echt zo graag ook een Lusitano. Maar ik ga dus eventjes wachten op nieuwe kleuren. En ik hoopte dus dat die vandaag uit zouden komen. Maar dat is helaas niet gebeurd. Maar kijk, zo zien ze eruit. Hallo Anoushka Seacake. En ik weet niet of jullie de paardenkamp kennen. Dat ligt in provincie Utrecht. Daar is 26 mei een open dag. En daar ga ik heen. Dus mocht je daar ook heen gaan. Hey, ik ben er ook aanwezig. Ik zal gewoon, ja, gewoon daar aanwezig zijn. Gewoon er zijn en ademen en leven. Oh, sinds wanneer staat hier ooit in Connemara? Dat is echt zo gek. Even kijken, hoe lang is deze update video al bezig? 23 minuten, oké. Okay. Ik ga in de... Oh, deze Arabier is mooi. Oh, oké, okay, kopen. 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 Apple. Apple B. Oeh, als ik erop geklikt had, hè, dan werd ik echt helemaal gek van mezelf. Want ik wil dus eerst een Lusitane kopen en daarna pas een ander paard. Maar ik ga... ik wil dit weekend misschien gaan livestreamen. Ligt er even aan hoeveel tijd ik heb. Omdat ik natuurlijk ook behoorlijk druk ben met school. En ik dat allemaal af moet. Muziek. Dat geluidovergang is zo mooi. Kijk, je luistert nog even een keertje. Gaat net die muziek er doorheen tetteren. Echt muziek. Wanneer ik je nou niet nodig heb, moet je even je mond houden. Oké, ik let op, hè.
Je hoort echt een geluidovergang van harde grond en onverharde grond. En nou ben ik benieuwd of je ook nog een verschil hoort tussen die stenen die je daar hebt, dit soort klinkerachtig iets. Het is niet echt een klinker, maar het lijkt erop. En daarna ga ik op het gras. Kijken of je daar echt verschil tussen hebt. Oké, ik begin eventjes daar zo. Oké, let op, hè. Die moet je luisteren. Ja, hier zit een verschil tussen. Nou ga ik het gras op. Oké, dat doe ik hier. Ja! Er zit echt letterlijk een verschil tussen. En nou ben ik dit op het zand. Paard! Oké, op het zand is het ook weer anders. Maar daar klinkt het weer iets harder. Ik zal even hoi tegen haar zeggen. Hoi. Ja. Oh, wat? Ga weg. Hoe moet het weg? Oké, met een L. Maar oké, ik wou dus nog een quest gaan doen. Maar ik denk dat ik dat de volgende keer ga doen in een livestream. Ik wil dus, dat zei ik net ook al. Ik wil, oh, ze is zo blij, ja, wat leuk. Ik wil dan misschien deze week een livestream gaan doen of dit weekend. Maar dat laat ik nog even weten. Dan moet je me volgen op Instagram. En trouwens, abonneer op mijn kanaal. Echt, abonneer op mijn kanaal. Doe het alsjeblieft. Het is gratis. Je kan gewoon op het knopje drukken geabonneerd. En dan krijg ik gewoon altijd updates van mijn kanaal binnen. En bovendien, ik heb bijna 14.000 abonnees. Ik hoef er nog maar 50. Dus het zou super leuk zijn als jij nu, maar dan ook echt nu, gaat abonneren. Dan krijg je een gratis digitaal koekje. Kijk hier. Wil je een koekje? Nou ja, in ieder geval een kopje thee. Wil je een kopje thee? Hier. Alsjeblieft. En ik heb ook bijna 6.000 Instagram volgers. Dus hierboven. Ik moet even kijken waar ik daar moet wijzen. Ja, daar zo staat mijn Instagram. Dus ik heb bijna 6.000 volgers. Dus het zou ook super leuk zijn als jullie gaan volgen. Of mij op Instagram gaan volgen. Want daar post ik allemaal foto's van. Ik klikte de verkeerde icoontjes aan. Daar post ik allemaal foto's van Bunny, Raya en Star Stable. Dus het zou super leuk zijn als jullie me volgen. En vergeet dus ook echt niet te abonneren. Hè, want daar ben ik echt super benieuwd naar. Of we nou echt 14.000 volgers gaan halen. Want ik heb bijna 14.000 abonnees. Dus vergeet niet te abonneren. Hey. Maar ik wou dus zeggen. Dat heb ik volgens mij al 3000 keer gezegd. Dit weekend misschien een livestream. Dat laat ik dus weten op mijn Instagram. Dus volg die. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het een superleuke video vonden. Vergeet niet om een... Ik heb de hik. Vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet om te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Wat ik natuurlijk net al 1000 keer heb uitgelegd. En ik wil jullie heel graag zien in de volgende video. En dat is zaterdag. En dat is een weekvlog van Uraya, Bunny, Slijg, Star Stable. Alles bij elkaar. Dus alvast heel veel plezier met kijken naar die video. Doe een duimpje omhoog. En ik zie jullie dan. Doei!